Zwaar bevochten heet dat, geloof ik, hè? Zeker weten. Ik denk dat we karakter hebben getoond en je komt snel op 1-0. En ik denk dat je de rest van de wedstrijd hard hebt gevochten en uiteindelijk de 3 punten mee hebt genomen in Eindhoven. Maar ik denk dat we ze op een goede manier bestreden hebben. Niet onze allerbeste wedstrijd speelt, zeker de eerste helft niet aan de bal. Maakten we vaak de verkeerde keuze, verloor heel snel de bal. Juist tegen een ploeg als Vitesse moet je zorgen dat je juist lang de bal houdt, want dat vinden ze niet prettig. Spelervattingen, daar waren ze heel gevaarlijk in. Vrije ballen, sterke punten. En voetballend hebben ze niet echt een uitgespeelde kans gehad. Alleen ik denk wel dat wij zelf nog veel beter kunnen voetballen, omdat we heel slordig waren. Vooral in de tweede fase we heel veel balverlies hadden. Maar na de 1-0 hebben we eigenlijk de tweede helft nagelaten om 0-2 te maken. Want dan zou natuurlijk de wedstrijd op slot gaan. En daardoor bleef het tot de allerlaatste minuut een wedstrijd. Waarin we de eerste helft iets te ver terug gingen lopen. Op een gegeven moment te veel corners, vrij trappen tegen kregen. De tweede helft deden we dat beter. Iets verder naar voren. Een meter of 10, 15 meer van de goal af. Stonden we als team beter. En daardoor creëerden we ook wat meer gevaarlijke situaties. En dan moet je aan de tijd gewoon tevreden zijn dat je hier de 3 punten pakt. Zeker in zo'n eerste uitwedstrijd van de tweede seizoenshelft. In de eerste helft 2 reddingen. Eentje op de boogbal van Labiat volgens mij. En eentje op de terugspelbal van Rekiek. Dat was eigenlijk het gevaarlijkste. Ja, die van Rekiek moet ik gewoon laten gaan. Ja, was hij naast gegaan? Ja, denk het wel. Alleen hij probeert er nog iets van te maken. Die bal stuit het op. Kon hij niet veel aan doen. En die bal van Zakaria, ja. Volgende keer moet ik hem gewoon vastpakken. Wij zitten op de tribune, dat is lekker makkelijk. Dan denk je van, dat uitgestoken handje, dat is een uiterste poging vaak. Ja, ja. Maar ja, ik zag het een beetje aankomen. Je weet dat hij graag schiet en die gaatjes zoekt. Dus dan moet je op verdacht zijn. Gelukkig was ik daar nou op verdacht. En in de tweede helft 1 keer hulp van de paal, geloof ik. Hè? Ja, klopt. Dat dwing je dan af, denk ik, met z'n allen. Hebben jullie het jezelf moeilijk gemaakt? Ja, ik denk dat we vaker konden voetballen en een makkelijke oplossing moesten vinden. En dat deden we niet. En daarom maak je jezelf ook moeilijk. Alleen ik denk dat we blij moeten zijn met de 3 punten uiteindelijk. Als je kampioen wil worden, moet je dat doen. Het was een doelpunt in 3 bedrijven, geloof ik. Hè? Het was een beetje een rare uiteindelijk, het laatste setje. Nee, klopt. Ja, ik kan me niet echt herinneren. Zo blij was ik. Maar ik denk dat ik de ene bal heel goed schoot met rechts. En daarna kreeg ik hem in de rebound terug. En ik raakte die niet zo goed. Maar de keeper die lag al op zijn kont. En gelukkig zat hij erin. En dat is belangrijk. En aan het einde zie je dan, oké, Vitesse gaat alles of niet spelen. Dan creëren we misschien nog met snelle jongens voorin wat. Maar ik vind dat we eerder in de wedstrijd ook beter moeten voetballen om tot kansen te komen. En ja, ik denk ook wel dat Luc hem op slot had kunnen gooien. Maar ja, dat zijn de kleine dingen. Maar daarmee moet je wel rekening mee houden. En de duim, geen enkele last meer? Nee, ja, die duim kan omhoog. Goed zo.